Welke kant moeten we op? Wij scheren onze kop in. Die muur staat echt precies op vallen. What the fuck? Holy shit! Hoe geschieten de mannen? Er weer dingen meegekomen. Even time-out, even 1 seconde. Wow, dat. Holy shit! Oh. Wat gaan we doen? We gaan ondergronds, denk ik, Bob. Ja. We gaan onder de grond iets bekijken. We hebben een of andere bunker. Ja. En dan moet er eigenlijk hier een gebouwtje in. Ik weet niet precies welke. Ik denk zoiets als dit. En dan moeten we via een toilet naar binnen klimmen. En vervolgens omlaag te lopen. Ik denk dat we daar inderdaad bij die pion daar moeten gaan. Bij die pion, hè? Ja. Het is heel anders, hè, deze bamboe, hè. Dan in Japan bijvoorbeeld. Zijn alles heel mooi recht. En hier is gewoon één grote knoeipot. Ziet er cool uit, hè? Extra licht gescoord, hadden we wel nodig. Volgens mij zit hier ergens pion staan. En daar is ook een gebouwtje daarnaast. Zie die pion dat? Die verraadt het een beetje, hè? Stiekem. Maar hier links, kijk eens daar. Daar is ook een of andere facility. Check jij die even, Freek? Ja. Dit was spinnen. Hij heeft afgehaakt. Godverdomme, het gaat hard te regenen, man. Ik zie geen gebouw in ieder geval in de buurt. Het is moeilijk op de camera te zien, maar het ziet er potentieel uit. Ik zie enorme insecten. Hoe groot? Ja, 30 centimeter of zo, man. Hoe zien ze eruit? Ja, een soort duizendpootachtige beesten. Ja. Daar. Dat is veel te roestig ook, man. Kijk hier. Wat een kabaal. Dus echt muur. Leuk, man. Explore in Taiwan. Oh. Oh. Heb ik iets. Ik ga hem even checken. Nou, het is keihard aan het regenen. We hebben hem niet gevonden. De zoektocht is eventjes gestaakt bij deze. Lastig hoor. Ja. Alright. Dit is het dan. Bunker deel 2. Vanmiddag was een daverend succes. Uren gezocht en niks gevonden. We hebben die andere coördinaten, dus we gaan kijken of we niet meer geluk hebben. Het is in ieder geval droog. Het is een meevaller nu. Ik ga het meemaken, kom. Wat een beestje, jongen. Kijk eens hiervan. De hele fucking dierentuin al gezien deze trip. De vraag is even, waar gaan we heen, hè? Ja. Oh. Zo hé. Ik denk het hakken die Elko. De Rainbow Sprinter. Oh, hier loopt een pad. Ja? Kom aan, Tarzan. Weer respect voor de natuur. Ah. Ik zie een zwart gat hier. Zie je dat op de muur? Hier? Met de camera zie je het niet. Ik zie het. Jezus, kijk klein, man. Daar is de ingang. Nou, dan geven we ze in binnen. Nou, je dacht zo. Nee, die camera. In mijn gezingende tijd. Oh, heerlijk. Zoek je even hier naar beneden kijken, even wat er allemaal zit. Kijk eens. Het ongedierte chat. Wat is dit? Oh, wat een ding. Nee, grapje. Kruispem. Oh man. We hebben nog nooit zo geflasht op ongedierte. Ja. Twee gay boys in de jungle. 3 meter grote spin. Ik zie wel een wapen. Ja, ik heb een ik ga even kijken. Ik voel volgens mij een bananenspin aan mijn benen. Gaan we naar binnen? Gaan we naar binnen? Ja, gaan we naar binnen. Jij gaat eerst, Bob. Oké. Oké, Bob. Ik ga me opofferen, ja. Wat een kut hobby. Oh, we hadden gewoon lekker met een cocktail op de tuinplank 01 kunnen zitten. Dat is waar. Ik ga met eerst naar binnen. De stok. De ongedierte stok. Dat is het beste materiaal wat we nu kunnen hebben. Oh, ik ben echt nog 10 keer beter, jongen. Ik ben aan de spinnen. Pak die tas, joh! Yeah! We hebben gegild als jonge meiden. Maar we zijn binnen. Ja, eindelijk. Vrijdag heeft alleen een grote vleermuis al gezien. Ja. Dus het gaat wel spel al heel goed. Dus we gaan eens even kijken. De poort, nee. Nou, dat is makkelijk. Dat is best langer natuurlijk. Oh ja. Oké. Dat, ik denk dat als wij die putdeksel hadden gepakt, dat we een heel ander systeem hadden gekomen, een heel ander stelsel. Ja, kijk. Oh. Goed, ik zou er niet verdwalen trouwens. Nee. We hebben nog net geen één afslag genomen. Nee. Welke kant moeten we op? Goeie vraag. Kom ik dat weer? Ja, dat is gewoon één. Ja, gewoon één keer naar rechts. En ik bedoel, hier is al flink ingestort, zie je dat? Ja. Dat bedoel ik een beetje eigenlijk. Dat vind ik wel echt een beetje link eigenlijk. Zit op slot? What the fuck? Holy shit! Holy. Wat dan, wat dan? Die spin! Oh. Dat zit hier. Niet opjagen! Ja, laat die gewoon even zitten en mannen. Kom op, ik kom mijn hand even langs, mijn hand even langs. Nee, doorlopen. Ja, gewoon, ik doe niks. Echt instant leggen. Dat is mogelijk. Ja, je hebt aan de proef te staan hier, jij. Ja, nou dat vind ik echt, als je spinnenfobie hebt, is dit echt... Frederik, respect, serieus. Ja. Het is echt doodgaan, maar ja, niks. Toch al is al redelijk ingestort hier. Ik hoor allemaal vleermuizen, man. Oh. Fuck, man. Ik zie het aan de pulp. Loopt die langs je gezicht? Ja, man. Ja, dat is afzien hier. Bob, heel even, ik vind het wel een beetje onveilig eigenlijk, of niet? De mannen zijn witte peentjes. Ja, maar vanwege die instorting. Ja, maar het zijn echt enkele stukjes stof. Het is één gigantische breuklijn. Gewoon lopen. Ja, precies. Ik denk echt dat het aardbeving shit is. Maar dat is 1, 2, 3 in de slag. Vleermuizen. De vleermuizen scheren onze kop in. Die 39 is rechtdoor trouwens. Ja, en oh. Die vliegen gewoon echt langs de kop. Tja. Er is toch niks leuker dat we kunnen doen op een gewone avond gelijk deze. Een beetje underground. Die muur staat echt precies op vallen. Als die gewoon naar rechts is, is het gedaan. Hè? Ja, ik vind het wel echt niet tof. Okay. Even kijken. Naar rechts is proberen, man. Wilt u dat ook ingestort? Is dat ingestort? Nou, dat weet ik niet. Hey, maar even heel even time-out. Ik denk dat ik eruit ga, guys. Echt? Ja. Hey Eelco, we zien je zo, hè? Tot zo! Doei! Voorzichtig, hè? Ja, komt goed, man. Het is een schare bunker die ik gezien heb, hoor. Maar ik heb grotten gedaan en zullen nog veel gevaarlijker waren. We zijn hier naar rechts gegaan, hè? Ja. Kunnen we links even kijken? Of, Nee, en die stort, zie je dat? Ja. Ik ben een beetje links lopen, man. Als dat ding naar beneden dondert hier. Niet te veel... vibraties maken. Kom, ik kan met dat gewoon zo lopen, kijk. Ja, dat is beter. Fuck, er zijn dingen mee gekomen, hè. Oh. Nee. Kijk of die open gaat, is, hè. Moet je hier erin, denk ik. Kijk, moet je hier erin misschien. Denk je? Kun je hem open trekken? Kijk eens. Ik snap het gewoon open. Nee, trek eens via die poort aan. Via de... Sleutel, alsjeblieft. Het is alleen het slot dat erop zit, voor de rest niks. Het ziet alleen niet uit alsof er iemand erin gekomen is. Ja, dus je denkt dat het langs de andere kant is? Ik denk dat het de andere kant is. Ja, van de andere kant. Kijk, anders zag je wel sporen van klopt. Dus, ja. En aangezien het ook bunker 39 is. Ja. Langs rechts of links? Hey, kijk maar eventjes. Ik denk dat links het beste is. Ja? Oeh. Alles is gewoon zo geblokkeerd omdat het zo gezakt is allemaal. Hè. Ja. De deuren. Oh, leg je uit. Nee, ik verschoor dat dus. Ah. Iemand dat loopt nog verder gaat door hoor. Heb je? Dat loopt echt nog lang verder. Ja, kom maar kijken. Ah, die eerste bunker in een keer in zijn. Heerlijk goede toestand. Oh, een paar scheuren daar. Toe, alles toegemenst. Echt? Ik hoor vogels fluiten. Krekels. Oké, we dachten dat we er waren. Dit is muur 1. En dit is muur 2. Tjongejonge. Nou. Vet hoor. Cool. Oh, weer terug. We zijn weer aan een nieuw gedeelte. Het ziet eruit alsof we hier al in de buurt komen. Oh, tv en zo zie ik staan. Jezus man, maar de vloer loopt eigenlijk helemaal schot en scheef. Kijk eens naar banken. Goed teken. Wauw, vet. Vet man. Echt vet. Super vet. Cool dat gelukt is man. Jezus, ik dacht dat we het niet meer gingen vinden. Hey. Kaart van Taiwan. Dat vind ik wel het leuke van die bunker man, dat je nog ziet dat het in Taiwan is ook hè. Ja, troepen uit China. Een paar fotootjes trekken en dan... Zijn er magneetjes eigenlijk? Ah, er zijn magneetjes. Cool. Als ze stil zijn, we ook andere beesten hangen, dus ze zijn niet de enige hier. Alle muizenstront. Zo, de pandaboys zijn klaar. Zo, op naar voren gaat het dier. Zo. Ah. Nou, daar is onze vriend. Woe!